Benny Jolink, of moet ik zeggen Bernard Jolink? Dat mag je helemaal zelf weten. Dus Bernard, Bernd, Benny, Ben. Alles is goed. Ik luister overal naar. Maar toen ik dat zei waar mijn vrouw bij was, zei dat klopt niet, want je luistert nergens naar. Ja, dat heeft de meeste man, denk ik. Ja. Ja. Oh, goed. Iemand moet niet over één kamp scheren met te veel ander volk. Zeg, net een nieuw biertje geproefd. Ja. Smaakt het een beetje? Ja, heerlijk. Ja, prima. Vroeger hadden jullie ook een bier, normaal pilsner. Ja. Is dit nog beter of is dit hetzelfde? Ah, dat was pilsner en dit is geen pilsner. Het is wel een soort van pils, maar dat was echt pilsnerbier van 5%. Wat gewoon makkelijk wegdronk en dat hadden we altijd van kleine brouwerijtjes. Want ze begonnen meteen over hectoliters. Maar de eerste versie dat was in een familiebrouwerijtje in Limburg. En daar leden we ernstig verlies op, want we hadden natuurlijk glazen en we hadden kratjes. En die kratjes kosten 4 gulden statiegeld, maar het kostte ons 4,50 gulden. En er kwam geen één kratje terug. Ze maakten er allemaal slaapkamer, ameublementen van en ze bouwden de hele gebouwen van en er kwam geen enkele krat terug. Dus het kostte bakken voor geld. Ja, ik heb er ook nog alleen boven. Ja, dat bedoel ik. Tuurlijk. En nog wat van die flesjes en van die putjes. Ja. Zo je het putje door het strutje. Ja, dat was Hertog Jan, dat was de laatste. Ja, en dit is? Ja, dit is hier gemaakt en nou, dit is prima. Dit is nou zoveel jaar weer een biertje. Een echt biertje. Aanhangerschap 4.0. Hoe smaakt het trouwens? Wat smaakt het nou? Ja, nou... De eerste. Eerst de eerste. Het zit tussen de een pilsje en een echt een dikke trappist. Er zit het tussenin een beetje. Of het neigt iets met die smaak. He, meer hoppig. Je moet me corrigeren dat ik het niet goed zeg. Hè? En de tweede, want je bent nog bezig met de tweede, denk ik. Of de derde, dat weet ik niet. Wat smaakt die nog? De tweede is lekkerder dan de eerste. En dat is een compliment, dat is wel belangrijk. He, de eerste slok is soms wat... wat is dat? Moet ik even aan wennen en zo. Maar, nou is het bij bier ook wel. Zeg maar, de echte Grols drinken zegt, gadver, dit is Heineken. En een Heineken drinken zegt, gadver, dit is Grols. Maar de twee pilsjes horen je ze niet meer. En dus het is wel logisch dat de tweede lekkerder is dan de eerste. Maar ik vind het wel fijn dat je tussendoor niks anders drinkt. En dan vindt die tweede, ja, dan begint dus de papillen, die smaakpapillen, die beginnen een beetje aan te wennen. Dan vindt die tweede nog aangenamer dan de eerste. Dus dat is toch wel een soort van compliment. Ja, ook een mooi compliment van het aanhangerschap natuurlijk. Hè? Dat ze aanhangerschap 4.0, dat ze dit even doen. Ja, maar aanhangerschap heeft de mazzel dat ze hier, of in ieder geval de voorzitter, dat hij hier in de buurt woont. Dat is een mooie brouwerij in de buurt hebt. En met een fantastisch mooi café, moet ik eerlijk zeggen. Echt geweldig mooi café. En die hop aan de dingen, ja, nee, echt prachtig. Toen ik hier kwam, zei ik, wat een mooi terras, hè. Ja, en wat een mooie Manta, buurt. Ja, Opel Manta. Ja, we hebben ooit nog een B-kant van de single Opel Manta. Ja, en in de etiketteren drukkerij, hoe dat maar mag heten, stonden er ook al twee. Ja. Maar wat voor auto rij je momenteel? Wat zeg je? Wat voor auto rij je momenteel? Ja, dat is, ook een niet, dat is niet zo interessant, maar er werd jarenlang geweest dat de hele band normaal in Opels reed. Maar dat waren dan Opel Commodores, een zescilinder. Ja, hij was groter. Toen zeiden we al, wat de lul is voor de hoer, is de Opel voor de boer. Ja, nou zie ik die hand waar de glas mee vastholt. Wat is er, wat mankeert er? Motor in? Nee, ja, dat was erg zeg. Met mijn vrouw ging ik met de fiets op de heenweg. E-bike? Maar we gingen naar een feestje en dan kwam je met de sturen in elkaar. Ik heb meteen een flashback naar de lagere school, want toen is me dat een miljoen keer overkomen. Maar we vielen en mijn vrouw viel op mij. En dan hoop ik dat ze dat de voor en de na ook al deed. Maar in ieder geval, ik raakte ernstiger gewond dan mijn vrouw. Maar kun je daarmee crossen? Nee, zeker niet. En zelfs gitaarspelen is moeilijk, maar bier drinken geeft prima. Kijk dan, optreden. Jullie treden nog één keer op. Ja. Op dat weekend, de Hurkersweekend, wordt dit te koop? Ja, 1 september, ja. 1 september. En dan nooit meer? Of? Dat is geheim.
Want het is natuurlijk zo mooi hier in Gramsberg, de velden, Dalsen, waar nog altijd monstermooie concerten. En het is zonde dat je hier niet meer komt. Daar heb ik heel, heel goede herinneringen aan. Dat is eigenlijk... Maar ik kijk liever in de toekomst. Vanaf de Achterhoek recht naar het noorden gehoord, dan kreeg je eerst Salland en daarna kreeg je Drenthe. En dat is toch wel, ook qua dialect, de meest favoriete streek. En ik denk voor alle bandleden wel. Maar ooit optreden hier in de buurt? Hier? Nou, nee. Dat ligt niet in de lijn der bedoelingen. Dus er is wel een lijntje? Nee. Ik hoor het wel, je moet er eerst een paar meer drinken. U bent goed op de hoogte met het reilen en zeilen van de mensheid. Voorzitter van het Angelaarschap, hoe voel je vandaag? Als een vis in het water. Ja, hoe komt dat, door al die glazen? Nee, maar dat doe ik al 40 jaar. Al 40 jaar als een vis in het water? Nou, ik ben geen 40 jaar voorzitter, maar als je 40 jaar in bestuur. 40 jaar in bestuur, ja, en die komt niet eens uit de Achterhoek? Nee. Raar, hè? Gek, hè? Ja, dat is wel een beetje gek, ja. En dan komt er ook een bier wat niet uit de Achterhoek komt? Ja. Ja, dat is maar net hoe de knesjes leggen en zo. Het is net hoe, wat er op het pad komt, wat er op het weg komt. Ja, ik ben Noorse vrouw, daar ben je zelf. Toen was die fanclub liep niet zo goed. Ik ben in 1989 ben ik een vrouw, daar ben ik. Zit in mijn bestuur en dat wil ik niet. En al die dingen meer. En, nou ja, maar van het een komt het ander. En volgend jaar word ik 68 en dan... En nog meer vrije tijd? Nee, ik heb al vrije tijd al 4 jaar. Dus, maar dan word ik 68 en dan zit ik 40 jaar in bestuur. En dan word ik van 25 jaar voorzitter en 5 jaar secretaris. Nou ja, en dan gaan we weer met toedoen van Benny gaan we weer een leuk feestje maken volgend jaar met Huikers weekend. Ja. Juist. Ik ben al die goede wijs, met Benny ook, ben al die goede wijs. Hij doet zijn werk, ik doe mijn werk met het bestuursleden. En dan brouwen we weer van alles aan elkaar vast. Onder andere zo'n biertje. Ja, 40 jaar ambtenaarschap. Wat was het allermooiste in die 40 jaar? Ah, alles is mooi. Het mooiste vind ik, normaal is het 2015 gestopt. Iedereen was bang dat het Huikersweekend verloren zou gaan. Maar ondanks die jaren waar je nu zit, en zeker wordt het er weer 5 jaar later. Die aanhangers hebben ons altijd gesteund. Die hebben ze ook gevraagd van blijf het bestuur bestaan, pak ons Huikersweekend niet af. Die hebben ons altijd gesteund. Nou, en dan ben ik 40 jaar op bestaan. Nou, en toen ben ik aan het rest van de Westen en alles al meer af van schermen en zo. Oké, lang verhaal. Nou, dus nu kreeg ik voor elkaar dat Altnees begon met Huikersweekend en normaal sluit hem af. Ben die gaf toch gelijk toestemming. Ja, tuurlijk, zeg, goh, dat doe. Verjaardag van aanschap, normaal 40 jaar. Ja, hoe mooi wordt hem? Nou. Maar ja, kaarten bent er niet meer. Nee. Stijf uitverkocht. Ja. Ik loop er nog 40 jaar met. Al die dingen wat ik er allemaal omheen doe. En daar de complimenten teruggekregen door de fans teruggekomen naar zijn Huikersweekend. Dat is het mooiste wat ik kan krijgen. Dat is het mooiste. Hoe lang heet aanhangerschap nog duur? Nou, zolang als ik leef, zal ik proberen om dat in het leven te doen. En nou, mooi bier. Waar is dat allemaal te koop straks? Waar is dat allemaal te koop straks? Op het Huikersweekend. Ja, maar dat is eruit verkocht. En al die mensen die ook wel graag zo'n biertje wilt. Ja, nou, dat is dan jammer. Dit is een collectors item. Weer 1500 pakketjes. En die komt met Huikersweekend, waar we hebben van 30 augustus, 31 augustus en 1 september. Dan hebben we het Huikersweekend en door staat ze klaar. En dan kunnen ze allemaal komen. 14,95. Hoppa. En de Noord staat ze op Marktplaats? Nee. Nou, dan mag ik toch niet hoppen. We hebben nou zoveel reclame gehad dat kapot verdikken dat het bier niet weer raakt. Nee, ik bedoel als collectors item voor het driedubbelde, net als de kaarten, zeg maar. Ja, daar heb ik niet in hand. Daar ga ik helemaal niet over. Dat zijn mensen die kunnen we niet gebruiken. Maar ik denk dat de echte handelaars die zet het in huis neer. Ja. Die drinkt hem eerst leeg en dan wordt het een collectors item. Dus, en dan geef ik ook, je bent van Vechtel leef, maar dit geef ik op een briefje, dit wordt een collectors item. Dat wordt een collectors item. Vrouwen zijn begonnen met bierbrouwen. Vertel. Ja, bierbrouwen is al meer dan 6000 jaar oud. En de vrouwen zijn begonnen met bierbrouwen. Dat is echt zo. En dus je bevindt je in een goed gezelschap zoveel jaar later? Ja, dat klopt. Ik ben nog een van de weinigen van 6000 jaar geleden, denk ik, die nog bier brouwt. Ja. Maar jij brouwt dit biertje wat Benny Joling net gedronken heeft? Ja, ik brouw, mijn man brouwt, wij brouwen allebei al meer dan 25 jaar. Ja, brouwerij Mommerieten, hoe kom je aan die naam?
Mommeriet is moerasgebied van vroeger. Wij zijn thuis begonnen met bierbrouwen. In 2004 zijn we officieel de brouwerij gestart. En dan zijn we begonnen op het landgoed, de Grote Schieren, tegen Holtonen aan, tegen Koevorden aan. Dichtbij was vroeger het moerasgebied wat Mommeriet heette. En daar is de slag bij Anen uitgevochten. En nu dit hier opgezet en diverse bieren brouwen, waaronder dit Ananaschap 4.0. Ja, weet je, wij brouwen, eigenlijk zeggen wij, wij krijgen zoveel verzoeken om voor anderen bier te brouwen. We zeggen altijd nee, maar door wat kwam Henk Kelder hier. Ananaschap normaal. Nou, normaal spelen hier ook altijd in de velden, hier echt een paar kilometer verderop. Ja, dat is mooi, dat doen we. Ja, wie heeft de smaak bedacht? Ja, dat hebben wij zelf bedacht. Dan zeggen we, ja, dat moet eigenlijk wel een bier wezen, een pilsachtig bier wezen. Maar dan zeggen wij van, ja, pils is natuurlijk wel heel kort houdbaar. Als je brouwt zoals wij, dat je niet filtert, niet pasteuriseert, moet het heel snel op zijn. Dan zeggen we, kunnen wel ondergistend bier doen, maar dan doen we wel wat extra hop erin. Iets meer alcohol, dat het wel een heel smaakvol bier, wat ook iets houdbaar is. Dus het is een mooi ondergistend karaktervol bier. En ja, goed, vroeger was de Grolshoek natuurlijk. En Grols was vroeger ook, nou, stond bekend om de en bittere pils. Dus ja, mag wel een beetje smaak in zin. Ja, mooi dat je dan zulke complimenten krijgt. Ja, een groot compliment. Want ik proef ook heel veel bieren. Hè, en ik ben dan ook bierkeurmeester. Maar je hebt ook bieren waarvan je denkt, afhankelijk van, oh mooi. En dan krijg je bijna je glas niet leeg. Het gaat je tegenstaan. Het feit dat wij zeggen, het tweede bier smaakt me nog beter dan het eerste bier, is een heel groot compliment. Dat betekent dat het goed bier is en doordrinkbaar is. En wat wordt het volgende biertje nu? Jullie gaan brouwen, wat nieuw komt? Wat nieuw komt? Nou, ik heb net eergisteren een proefbrouwsel van de IPA gemaakt. Maar die komt niet groot zo, maar gewoon één keer tussendoor. En wat nog op verlanglijstje staat, ja, wat de meeste mensen misschien vreemd in de oren krijgen. Maar dit is een van de zure bieren, van de spontane gistingsbieren. En je hebt in België de Geuze, de Vlaams Bruine. Dan heb je de mooie spontane bieren. Die, en de Vlaams Bruine is dan gemengde gisting. Maar waar je mooie zuurtonen in het bier hebt. Dat zijn zuurtonen van mooie, droge witte wijn. Fruitig, die tonen erin. En dan in het bier. Ik hoor het wel, hier spreekt de kenner. Ja, nou ja, de kenner, maar wel de liefhebber die gewoon wel nog heel veel mooie dingen wil maken. Samen met mijn man. Dus een beetje van je hobby een beroep. Ja, dat is echt zo. En het is ons voorbij gelopen eigenlijk. Maar we hadden nooit bedacht dat het allemaal zo zou uitpakken.